Met name de how-to zijn we erg goed. Ja. Zijn we erg groot inmiddels. Ik denk dat we 40-50% van de zoekopdrachten op doe-het-zelf in Nederlandstalig, dat we die inmiddels afvangen. We gaan heel veel meer maken nog. En niet voor elke klus is het zinvol. En niet op elke klus willen we autoriteit zijn. Een van de dingen die zeiden, je moet het stap voor stap doen. En het moet wel je buurman zijn die de klus uitlegt, zodat je het gevoel hebt dat je het ook zelf kunt. We merken dat ze heel veel worden bekeken. Ja. Hele goede respons. En we zien dat de uitkijkratio's van die video's, die liggen ruim boven benchmark. We gaan grootste schaatsen stappen. Dus we gaan een aantal sporters sponsoren. Kjeld Nuis, Suzanne Schulting, Sinky Knecht en Duider en Tap. Hoe ziet de toekomst van YouTube eruit en hoe zetten uitgevers en merken online video in? Daarover praat ik in de 7D-TV-serie The Future of YouTube die ik maak samen met 5PM. 5PM is een super tof bureau uit Amsterdam en die helpt uitgevers en merken aan meer succes op YouTube. In deze video ga ik in gesprek over het merk Gamma, jullie allemaal wel bekend. Hoe zetten zij nou video in? Hoe ziet hun YouTube-strategie eruit? En wat zijn hun ambities op dat vlak? Bij mij in de studio Laurens Minima. Laurens, hart welkom. Dank je wel. Wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Laten we eens in de breedte beginnen. Wat is er dit jaar bij Gamma allemaal gebeurd als het gaat om online bezoek van jullie klanten en geïnteresseerden? Ongekend, geëxplodeerd het voorjaar met name. Ja. Toen het land dicht ging en onze winkels wel mochten open blijven, gelukkig, hebben we gezien dat het ene bezoekersrecord naar het andere braken op gamma.nl. Ja. We zagen ook dat mensen hele andere dingen kwamen doen dan waar ze voorheen kwamen. Oh, want? Nou ja, hele simpele zaken als is de winkel open? Tot hoe laat is die open? Oh ja, tuurlijk. Wat zijn de coronamaatregelen? We zagen dat alle posts die wij deden over hoe moet je voorbereiden op je bezoek aan de winkel, waren enorm goed gelezen. Ja. Dus de site werd meer ook als informatiemedium gebruikt dan ook gewoon als webshop, wat hij natuurlijk al was. Ja. Dus dat was wel even schakelen. Ja, was even schakelen. Want even voor mijn begrip, hoe hebben jullie even marketing in de brede zin georganiseerd binnen Gamma? Wij hebben één marketing- en communicatieafdeling, maar ik heb een zusje bij Karwei. Ja. En we hebben in België, voor Gamma België, ook een apart team. De marketing- en communicatieafdeling zijn eigenlijk een van de weinige teams die dedicated zitten op het merk. Ja. Heel veel andere afdelingen werken natuurlijk gewoon voor het grotere Intergamma. Marketing- en communicatie hebben we heel bewust op formuleniveau georganiseerd. En dan heb ik drie teams en mijn evenknieën bij de andere formules eens gelijkst. Waarbij we een brandteam hebben, die dus iets meer gaan over wat is de langetermijn visie van je merk. Ja. Een activatieteam, wat heel erg gaat over koop nu, klik nu, doe nu. Ja. En een team format, en dat gaat veel meer over hoe zien de winkels eruit. Ja, ja, ja. Dus, en Intergamma is de moeder. Intergamma is de moeder van, ja. En daar zitten afdelingen als logistiek en finance en inkoop en dat soort dingen. Wat trekt jou zo aan in deze sector bij je klusser? Ik ben steeds minder een klusser, als ik heel eerlijk ben. Maar ik ben een aantal jaar geleden een jaar 30 woning gekocht. En ik blijk heel veel meer zelf te kunnen dan ik ooit had gedacht. Aan de hand van mijn zwager en een vriendje van me heb ik toch echt wel heel veel zelf gedaan. Ja, ja. Gas en elektra blijf ik af. Ja? Maar de rest wel? De rest kan ik wel, ja. Ah. Maar ik moet toegeven dat ik steeds meer diensten inkoop dan dat ik het nog zelf doe. Laten we het hebben over media en marketing binnen de Gamma. Ik las ergens, jullie hebben veel traffic op owned. En wat is bij jullie owned? Wat is dat allemaal online? We hebben eigen YouTube-kanaal. We hebben natuurlijk de socials, Facebook, Instagram, dat soort dingen. Ja. En gamma.nl als belangrijkste. Dat zijn en wat is veel traffic? Waar hebben we het dan over? We hebben op dit moment, nu zitten we 1,4 miljoen unieke bezoekers in een maand. Okay. Dus echt wel fors. En hoe belangrijk, even een aantal dingetjes voordat we inzoomen op YouTube en met name dat videotrack, want er zijn een hoop leuke dingen aan de gang. Hoe belangrijk is e-commerce voor Gamma in verhouding tot de fysieke sales? Belangrijker en belangrijker. Wij groeien ieder jaar met vele dubbele cijfers. Dus dat gaat heel hard. Maar wij zitten absoluut nog niet op de niveaus die je in fashion bijvoorbeeld al ziet. Ja. Maar als je nu in Twinkle kijkt, we staan als Gamma inmiddels in de top 25 als een van de grotere webshops van Nederland. Okay. Dus, kun je het in percentage uitdrukken of weet je dat niet? Ik weet het wel ongeveer, maar die hou ik maar even voor. Oh ja, zeg genoeg. Nee, maar het gaat heel hard. Ja, ja, wij behoren tot de grotere webshops van Nederland. Maar het feit dat het heel hard groeit, wil eigenlijk zeggen dat het niet zoveel was.
We zijn als branche best laat ingestapt. Ja, precies. We zijn in de jaren 5, 6 als branche serieus bezig. En andere branches waren natuurlijk al verder. Reizen en elektronica, die zijn al veel eerder. In het begin zag je bij ons dat men de webshop heel erg gebruikte als een soort logistiek dienstverlener. Hmm. Spullen die niet in je auto passen, die werden dan in de webshop besteld. Schuttingen, vloeren, dat soort spullen. Ja. Men gebruikt het e-commerce kanaal om die bezorging naar huis te regelen. Ja. Dat is wel het mooie wat wij natuurlijk hebben. Want we hebben natuurlijk de winkels waar je de spullen kunt zien en voelen. Ja. En dan volgens in de webshop om hem te bestellen en te laten bezorgen. Ja. Ja. En social, is dat wat zijn daar de kanalen die van belang zijn? Voor ons zijn Facebook en YouTube de belangrijkste. Hmm. Insta zijn we wat aan het puzzelen wat we daarmee moeten. Dat gaat toch meer om het mooie plaatje. Gaan we iets meer vanuit de functionaliteit. Pinterest zijn we niet zo actief, maar Facebook en YouTube zijn voor ons. En de nieuwe kanalen, de TikToks van deze wereld en zo. Blijf ik maar een beetje weg, nog een beetje jong. Het is nog wat speels die allemaal. Die hebben nog geen schutting nodig. Die hebben nog geen schutting nodig, nee. Daar blijf ik een beetje weg. En dan video. Wat is de status van... Laksus, wat was de status... een jaar geleden of anderhalf jaar geleden op YouTube? Rommel is een beetje een raar woord in deze zin, maar... Een allegaartje. Het was een allegaartje. We hadden heel veel dingen gedaan. Ja. Natuurlijk hadden we wel video's en natuurlijk hadden we leuke videoconcepten ook wel weggezet. Zowel wat meer contentmatig als ook gewoon instructievideo's. Mm-hmm. Maar er zat niet een hele goede lijn in. Nee. En we hadden ergens gehoord dat we er wat mee moesten. En er zijn ook heel veel leuke dingen gedaan. Maar... conceptmatig kon dat strakker. Dat is volgens mij altijd wel... Ik heb zelf ook een beetje ervaring met die boys van 5PM. Maar dat was bij mij in ieder geval... een soort fase 1 is de awareness van... mijn god, wat laten we hier allemaal liggen. Ja, hè? Wat er zijn zo enorm veel kansen. En als je dan inderdaad realiseert dat YouTube... na Google zelf eigenlijk de grootste zoekmachine ter wereld is. Ja. En ook in Nederland. Ja. Dat je denkt van dat kunnen we beter... dan alleen maar als plek om gewoon je video's maar op te posten... en hopen dat mensen het zien. Ja, ja. Daar moet je over nadenken wat je daarmee doet. Ja. Waar natuurlijk heel veel leuke concepten die we op andere plekken wegzetten. En natuurlijk zet je je commercials op YouTube, maar wat dat nou echt voor je merk doet, dat... Nee, en zeker als er geen ritme en geen consistentie en er zit geen... En toen hebben jullie plan gemaakt en waar staan jullie nu? Wij zijn nu in, met name de how-to zijn we erg goed. Ja. Zijn we erg groot inmiddels. Ik denk dat we 40-50% van de zoekopdrachten op doe-het-zelf in Nederlandstalig... dat we die inmiddels afvangen. Ja, misschien goed om even toe te lichten. Sorry dat ik je onderbreek. Hè? Want we hebben 5PM, die gebruikt vaak zo'n modelletje... van Help, Hub en Hero content. Ja, en jullie zitten in die Help-laag. Dat is ook een van de dingen die zij ook zo vaak zeggen. Dat is een ondergeschoven kindje in de strategie... maar enorm belangrijk op YouTube. Zeker in onze branche, heel belangrijk. Ja. Hoe vervang ik een stopcontact? Nou ja, dat. En mensen gebruiken het eigenlijk op twee momenten in hun aankoop. Eén is... kan ik de klus aan en wat heb ik ervoor nodig? Ja. Durf ik dit zelf en kan ik naar de gamma gaan en dan die spullen halen? En dan nog eens, ik heb het al in huis en ik ga het doen. Ja. En dan echt als een soort handleiding, stap voor stap, gewoon letterlijk die klus gaan doen. Ja, letterlijk. En het stomme is dat op dit moment nog in 9 van de 10 gevallen... want voor de kijkers achter jou, daar hangen wat geluidspanelen... en die heb ik, zei hij vol trots, helemaal zelf gemaakt. En toen ben ik dat gewoon op gaan zoeken... van hoe zet ik die dingen in elkaar. En dan kom je toch bij, weet ik veel... in dit geval was het John Happelepup uit Wisconsin... weet ik veel waar die gast woonde, ergens in Amerika... en die gewoon stap voor stap dat uitlegt. Ja. En ik doe hem gewoon letterlijk na. En dat zien we ook in Nederland nog heel veel. Hè? Als je dan gaat zoeken... dat je dan gewoon amateurs, zeg maar goed bedoelde hobbyisten ziet... en niet de gamma's en de... Nee, maar dat is wel ook de inzicht die wij kiezen. We hebben natuurlijk met 5PM gekeken over van, wat hebben we nu staan... en hoe kunnen we dit beter doen. En een van de dingen die zeiden, je moet het stap voor stap doen... en het moet wel je buurman zijn die de klus uitlegt... zodat je het gevoel hebt dat je het ook zelf kunt. Ja. En niet de expert van gamma die het even voordoet. Nee, het moet je buurman of je neefje kunnen zijn die het vertelt. En er moet een bepaalde... likability toch in zitten. Yeah. Want als het alleen maar saai is... en dus helder en duidelijk, voldoende lengte... en ook nog leuk om naar te kijken. Yeah. Dat is, dus daar zijn jullie mee begonnen met die how-to content in ieder geval. Want hoeveel staan er nu op? Die hebben we nu heel goed voor elkaar... voor de categorieën die voor ons het belangrijkst zijn. Yeah. Tuin, verf, daar willen we echt groot in zijn. Yeah. En alles wat te maken heeft met het verduurzamen van je woning... isoleren, dat soort dingen. Daar hebben we eigenlijk voor elke fatsoenlijke klus...
hebben we daar nu de how-to voor staan. Met likable personen. Met likable, met een hele. We hebben dus ook niet gekozen voor één expert die het allemaal vertelt. Nee. We hebben een club jongens en meiden trouwens. Ja, een stuk of 10, 12. Hoe je streeploos verft, heb ik gisteren. Die je streeploos verft, maar ook welke roller heb ik nodig. Ja. Isoleren met glaswol, maar ook isoleren met pif. Hoeveel heb je van die filmpjes? Zeg maar, hoeveel? Een stuk of ruim 40 nu. Oké. Okay. Ja. En zit daar een produceer je die? Want ik kan me voorstellen dat je er vele honderden, zo niet, nog meer van kan maken, of niet? Ja. Hoe doe? Ja. Hoe, ga je dus dat ook doen? Of? We gaan heel veel meer maken nog. En niet voor elke klus is het zinvol. En niet op elke klus willen we autoriteit zijn. Maar we hebben als Gamma gezegd, we willen de autoriteit zijn op het verbeteren van je woning. Ja. En dat betekent dus dat je ook die content moet bieden. Men verwacht ook dat jij als Gamma die content biedt. Maar niet per se op alle assortimenten die wij verkopen. Je maakt een heel duidelijke keuze. We maken heel duidelijke keuze. Aantal categorieën willen we leidend in zijn. En daar zijn we groot in. Natuurlijk moet je basisvaardigheden hebben als hoe moet ik behangen en hoe verplaats ik een stopcontact. Ja. Maar op een aantal domeinen willen we echt leidend zijn. En daar zijn we compleet. En hoe worden ze ontvangen? Heel goed. Ja, want? Ja. Hoe merk je dat? Nou, we merken dat ze heel veel worden bekeken. Ja. Hele goede respons. En we zien dat de uitkijkratio's van die video's, die liggen ruim boven benchmark. Ja. Die moet ik dan van 5PM of van andere bureaus krijgen, of van YouTube, Google zelf. Ja. En, hoe lang duren ze ongeveer, die uitleg? 3 tot 8, 9 minuten. Ja, precies. En we hadden in het begin heel veel korte video's. Mm-hmm. En dat was sowieso, YouTube rankt die slecht, want die hebben liever wat langere content. Ja, dat is een misverstand dat veel mensen nog steeds denken. Ja. YouTube moet kort zijn. Nee, helemaal niet. Men wil best wel langere video's kijken. Ja. En YouTube gaat daar beter mee om, want dan kunnen ze hun advertenties beter rondom verkopen. Op zich heel logisch. Ja. Maar we zagen ook in een videootje van een minuut kan je eigenlijk niet voldoende uitleggen hoe die klus in elkaar zit. Ja, precies. Dus 3 tot 8, 9 minuten zijn. Hebben jullie advertising aanstaan? Ja, we hebben advertising aanstaan, ja. Is daar een reden voor? Nou, omdat we doen natuurlijk niet alleen maar how-to. We zetten YouTube gewoon in awareness laag vanuit de tv-campagne. Mm-hmm. Maar we adverteren ook een deel van die how-to-video's. Om toch wel even wat meer views te krijgen. Toch hier en daar wel wat extra subscribers. Dat is goed voor engagement. Dus het staat aan. Mm-hmm. En bevalt de groei tot nu toe? Van het YouTube-kanaal? Ja. Maar? Nee, geen maar. Eigenlijk heel enthousiast. En, we presteren boven verwachting. We doen het echt ongelooflijk goed. Toen ik zat te kijken, toen dacht ik meteen van... Oké, is er hier een koppeling? Nou ja, dat is eigenlijk een retorische vraag, denk ik. Maar hoe, laat ik het open vragen. Hoe is de verbintenis met e-commerce? Want je wordt hier natuurlijk wel hongerig van. Als ik op een gegeven moment zo'n filmpje kijk en ik moet iets... dan wil ik daarna ook wel bestellen. Ja. Dus wat we op dit moment doen, maar toevallig, ik kom net uit de sessie met YouTube en 5PM. We hadden even een call van 2 uur hiervoor. Daar komen een aantal nieuwe features aan die dat makkelijker maken. Zodat je ook gewoon je product feed in die video kan laden binnen YouTube. Ja. Dat is fantastisch natuurlijk. Ik moest denken aan alle handen. Feitelijk is dat hetzelfde. Een klus en een recept is niet heel anders. Ja. Want het is, je hebt een project, je hebt spullen nodig. Ja. Je hebt een aantal tools nodig. En dan heb je stapjes nodig over hoe je het maakt. Ja. Dus die analogie met een recept is er absoluut. En jij zegt, maak YouTube die koppeling makkelijker. Straks mogelijk maken. Wat we nu nog doen is vanuit de video klik hier en dan kom je bij ons op de site en dan heb je daar je boodschappenlijstje. Ja. Werkt, doet op zich zijn ding, maar je wilt het eigenlijk wel wat directer. Hmm. En of die consument dat dan in de webshop gaat bestellen of dat hij in de winkel gaat halen, maakt me niet zo heel veel uit. Nee. Heel veel dingen zullen ze toch in de winkel halen, want men zit in een klus en denkt van ja, en nu? Ja. En wil soms niet wachten. Zijn jullie een mediabedrijf, wat dat betreft, ook aan het worden? Zijn we aan het worden, ja, langzaam. Het hebben van content, zelf en zelf uitgever zijn. Ja. Ook content hebben waarvan jij echt de afzender bent, wordt steeds belangrijker, ja. En
We hebben daar ook wel wat gesprekken over met leveranciers en dat soort dingen. En voor sommige groepen zeg ik gewoon, ik wil dat wij ook de afzender zijn van de informatie. En niet het doorgeefluik van die informatie. En wat staat er dan nog meer op de planning? Als je kijkt naar met name je YouTube en misschien wel, weet ik veel, laat ik het zo zeggen, je videostrategie in de volle breedte. Nou, we zullen met HowTo heel veel grote stappen nog maken. Een aantal nieuwe categorieën gaan ontsluiten. Ja, maar dat is doorbouwen op. Doorbouwen op, maar daarnaast, we hopen over een paar weken een aankondiging te doen in het sponsordomein. En we willen ook wel met online video's. Dus over een paar weken. Maar als we dan over een paar weken deze video publiceren, kun je toch nu zeggen? Ligt van wanneer we gaan publiceren. Dat doen we dan in overleg bij deze. Oké, okay, nou ja. we gaan grootste schaatsen stappen. Aha. Dat gaan we, dat wordt 16 december aangekondigd. Okay. 23 december gaan we met grote campagne het land in. Dus wij gaan een aantal sporters sponsoren. Kjeld Nuis, Suzanne Schulting, Sinky Knecht en Duida en Tap. Oké. Okay. En we zetten heel nadrukkelijk op die ambassadeurs in en willen ook met hen content gaan maken om ook gewoon die wat meer likable content te gaan ontsluiten via onze eigen kanaal. En waarom schaatsers, waarom sport? We zaten al in sport, Gamma van oudsher sponsor geweest van de Racing Day. 10 jaar lang, nou, dan ben je aan het kijken van is dat nou een sport die bij je past? Of moet je misschien wat verder kijken? Dus we hebben met House of Sports gekeken van wie en wat voor sporten past bij ons. Ja. Handballen, voetballen, wielrennen, bowlen, alles wat je kunt verzinnen hebben bekeken. Bowlen? Nou ja, bij wijze van spreken. We hebben 28, we hebben 28 sporten, geloof ik, de revue laten passeren. En waarom schaatsen dan uiteindelijk? En schaatsen is echt Hollands. Ja. Gamma heeft natuurlijk een Hollands heritage. We bestaan volgend jaar 50 jaar. Ja. We waren de eerste bouwmarkt in Nederland. We zijn ook van Nederland. Iedereen kent ons. Dus dat past bij ons. En schaatsen is een mooie, clean sport met heel veel plezier. Ja. Je bent altijd voor iedereen. Ja. En qua bereik is het na voetbal en Formule 1 toch echt nog steeds de nummer 3 sport in Nederland. Er zitten op zondagmiddag miljoenen mensen toch nog steeds naar zo'n 10 kilometer te kijken. En met die personen kun je natuurlijk hele mooie content gaan maken. Ja, en we hebben heel bewust gekozen voor mensen die winnen. Ja. Dus niet voor, we zijn natuurlijk marktleider. Dus we kiezen niet voor een opleidingsploeg, maar we kiezen voor de gouden medaillewinnaars. Ja. En daar kun je prachtige content mee maken. En daar kan je hele mooie online videoseries mee maken. En dat zullen we ook gaan doen. En we hebben in het verleden, 2 jaar terug, hebben we ooit een serie gemaakt. Een beetje in lijn met First Dates, dat tv-programma. Hebben we First Klus gedaan in de bouwmarkt samen met Vice. En dat was zo'n een van die allegaartjes. Ja. Maar ongelooflijk succesvol. En binnen Vice een van de best bekeken videoseries ooit. Waarbij mensen elkaar voor het eerst zagen in de bouwmarkt en samen een klus gingen doen. En hoe romantisch. Heel normaal. Er is een stelletje uitgekomen. Er is echt een koppeltje uitgekomen. En maar het feit dat soort dingen ook voor Gamma heel succesvol kan zijn, sterkt ons wel in de gedachte dat we het niet alleen bij HowTo moeten laten. Nee. We zullen ook gewoon echt likeable content moeten en kunnen gaan maken. En richting de afronding, wat is de verhouding klassieke televisie en YouTube? Hoe zie jij die? Nou, als ik zie wat wij nu even voor, als wij een tv-commercial wegzetten. Inmiddels een kwart van ons budget richting de online kanalen. Niet alleen YouTube, maar ook dan Videoland, RTL XL, dat soort dingen wegzetten. Inmiddels een kwart. En dat zal zeker niet minder worden. Nee. Want zeker de generatie tot 35, maar ook daarboven, het groeit heel hard. En YouTube-achtige kanalen groeien ook heel hard gewoon op fullscreen tv. Het is niet meer alleen maar iets wat je op je telefoontje bekijkt. Nee. Mensen zitten series te kijken op YouTube. Het merged aan alle kanten. Ja, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus je moet er, daar waar de klant is, wil ik zijn. Dus je doet mee. Ja, want de klant is eigenlijk iedereen, hè, denk ik, bij Gamma, of niet? Alles vanaf 18 plus, min of meer. Iedereen die een eigen woning heeft. Ja. We beginnen met studenten. Dat is eigenlijk waar. Hoe eerder je een kwast in je hand neemt. dat is natuurlijk zo. Ja. Iemand die op zijn 28e begint met klussen is voor mij minder waard dan iemand die met zijn 18e begint met klussen. Ja. Dus het is natuurlijk fijn als je heel vroeg al de ervaring hebt om zelf dingen te doen. Ja. En
nou ja, op het moment dat iemand naar een verzorgingshuis gaat of zo, dan is het natuurlijk klaar. Maar eigenlijk alles daartussen is voor ons relevant. En er is niks zo belangrijk als je huis. Ja. En laat je huis een beetje meegroeien met wie je bent. En dat dat allemaal een beetje op elkaar aansluit. Ja, dus iedereen is klusser. En wij denken ook dat iedereen kan klussen. We ergens zeggen we stiekem van Nike afgekeken dat in iedereen schuilt een klusser. Ja. Iedereen op zijn eigen niveau, maar iedereen kan het. Ja. Dankjewel voor je insights. Heel graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit The Future of YouTube die wij samen maken met Team 5PM. Dankjewel voor het kijken. Hoi.